Zo mensen, het is weer zover. Je denkt van, waar loop je nou weer? Want je was laatst nog in Motion Gate. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, die Motion Gate vlog die is al een tijdje geleden. Mocht je hem nog niet hebben gecheckt, ga even naar het kanaal en kijk hem even. Maar we zijn nu dus ook in een godverziekend warm oord. Alleen dan in Amerika, we zijn in Florida en wel geteld in vlakbij Lake Buena Vista. Oftewel Orlando. En in Orlando heb je natuurlijk Walt Disney World. En vandaag gaan we naar een park. Ja, dat kent iedereen. Iedereen heeft wel eens die schitterende foto's ervan gezien. Het is namelijk Magic Kingdom. En in Magic Kingdom ja, heb je natuurlijk een heleboel vette dingen staan. Hoe heet het? Ik vergeet nu wel even kijken. Avatar. Of hoe heet het? Pandora dingen heb je daar allemaal. Expedition Everest heb je er. En nog zoveel dingen. Het schitterende Dinoland heb je natuurlijk ook. Kortom, voldoende dingen. Dit is alleen de parkeerplaats, dus dat is niet zo spannend. Je zag al toen je hier aan kon rijden, want dat gigantische property wat Disney heeft, van hoeveel zooi ze eigenlijk hebben, hoeveel terrein ze eigenlijk hebben. En dan kon je ook gewoon stiekem bij andere parken eventjes achter de schermen kijken. Dus dan zag je ook Rise of the Resistance, zag je de achterkant. Nou ja, dat is eigenlijk aan de achterkant word je toch wel redelijk met je neus op de feiten gedrukt van ja, het is niet allemaal prachtig afgewerkt. Maar daar zie je aan de voorkant helemaal niks van. Dus ja, we zijn nu bij Magic Kingdom, we lopen bijna het park naar binnen. Ja, dit is mooi mensen. Mooi is een beetje van je komt Animal Kingdom binnen en je wordt al in eerste instantie een beetje echt uit die hectiek getrokken en dan loop je op een gegeven moment, kom je dus binnen, draai je om en dan zie je de Tree of Life voor je. Dat is toch prachtig? En waarschijnlijk, als je veel op YouTube zit en je kijkt veel naar pretparken, dan heb je die man ook wel herkend. Ik ga zijn naam even niet noemen, maar die is er ook bij. Nee, Trailstastic is er ook bij. En nog een heleboel zijn erbij, want we zijn op een Florida trip. En kijk, dat is hem hoor. The Tree of Life. Mooi om te zien. Mooi hè? Is wel mooi om te zien. Ik word er wel blij van. Het voordeel bij ons is wel dat wij als groepje maken wij dus gebruik van touring plans. En touring plans maakt het eigenlijk dus heel simpel om voor jou de dag te bepalen van waar je best naartoe kan lopen. Het scheelt ook dat we een paar bekende mensen hebben. Iemand van Florivida rijdt trouwens, zoek dat eventjes op. Hebben we ook mee. In dit geval hebben we Ralf dus mee. En Ralf die zegt gewoon heel erg doodleuk van joh, weet je, jij moet gewoon... Van, nou ja, je moet eerst bij deze beginnen, dan vervolgens ga je dat doen. En dat, je moet gewoon even in je opkijken wat er allemaal is. Kijk, hier ook. Dat is Ralf trouwens. Kijk, wat een shot hè mensen. Dat is toch mooi. Ik zeg het er nog maar even bij, dit is niet Afrika, dit is gewoon Florida. Florida is ook onwijs warm, want je bent wat dat betreft 10 minuten binnen. En het is nu al echt bloedje heet. Jeetje mina. En kijk, dat is dus Ralf. Van Florivida. Dus gewoon even naartoe gaan. Kijk eens mensen, daar is het hoor. Dit is toch dik? Flight of Passage. Heel erg gruwelijk. Ja, dit is wel echt... Dit is echt heel vet. Kijk dan even mensen. Man. Nice. Mooi is bij Disney, als je een fotopas hebt en je bent gekoppeld als groepje met elkaar, zeg maar. Dan kan je dus als groep zijn een foto laten maken als je zo'n Disney fotopas hebt. En dan krijg je het gewoon allemaal in dezelfde app, kun je het gelijk delen, noem maar op. En dat is echt instant. Dus het is niet dat je eventjes hoeft te wachten of wat dan ook. Nee, je hebt het gelijk in de
Disney World app als het ware. We gaan dus nu gaan we van, we waren net bij Flight of Passage, even kijken, want er stond een rij. Nou ja, je ziet hem daarachter. Daar begint hij. We gaan dus nu naar Expedition Everest. En ja, dat schijnt de beste achtbaan van Walt Disney World te zijn. Je hebt hier ook allemaal wilde vogels, maar die kunnen er melden niet houden, hoor je al. Expedition Everest, dat is dan de beste baan. Met de Yeti, die volgens mij nog steeds kapot is. Die wordt ook niet meer gemaakt, volgens mij. Volgens mij had Joe Rohde ooit een keer gezegd van, weet je wat, ik ga er mijn levenswerk van maken om die werken te krijgen. Is niet gelukt. Joe Rohde is inmiddels ook met pensioen. Maar kijk dan eventjes, mensen. Mooi, hè? Is toch prachtig? Ik word hier heel blij van. Zo mooi, hè, dit park. Echt, er gebeurt heel veel dingen hier. Het is prachtig om te zien. Wat ook wel net bijvoorbeeld echt mooi was om te zien, is dat we stonden bij Flight of Passage, hadden een fotopas. En omdat wij met een groepje zijn en we zijn allemaal gekoppeld, kan iedereen gelijk die foto's zien. Er zit eigenlijk geen zware latency van 3 minuten overheen. Nee, zeker niet. Integendeel zelfs. Het is gewoon bam. Je hebt hem. En ja, dat is wel leuk. Want ik kreeg gewoon net zien die foto's die net zijn gemaakt. Er is een effectje overheen gedaan. En tada, hier heb je My Disney Experience foto's. Zo chill werkt dat. Moet je wel de fotopas hebben natuurlijk. Maar over het algemeen is dat goed. Kijk dan, word je toch blij van? Toch goed? Hallo! Ja, ik vind dit mooi. Ik vind het überhaupt het park heel mooi. Het oogt echt natuurlijk aan. En dat is best knap, want het is allemaal gewoon natuurlijk aangelegd. Het ziet er goed uit. Heeft cultuur. Het heeft gewoon alles. En ja, mensen zijn ook gewoon vrolijk. Dan kun je ook denken van... Zo worden we ze misschien gedrild, maar ja, het is gewoon prachtig. Je kan ook wel even ontdekken hè, wat je wil. Ik heb iets. Wacht, kan ik even voorlezen? De tijdschrift. Ik heb een hele lijst gekregen met alle dingen. Oh, dus helemaal. Weet je wat mooi is? Maar ik heb echt altijd zoiets van, kom filmen inderdaad, om heel bewust rekening mee te houden dat er niet randgeluiden bij zit. En ik voel dat probeert nu al 4 keer een video. Maar met een vette later, dat is niet handig, nee. Nee, dus stop. Nee, moest ik toch even melden. Jumbo everyone, and welcome to Kilimanjaro Safaris. In order to keep your wait time to a minimum, we ask that you please keep your group together. Keep up. Just yesterday, we pulled the look at the lips of one. Blood rhinos are about 3,000 pounds, a bit more of a crepuscular animal. That simply means the peak of their activity will be at sunrise and sunset. Seagull antelope will be to our left here as well. Seagull antelopes do have horns built for self-defense, that way they can knock predators off their back, which is super important for their species. They do naturally stand their ground against predators. It is super rare to ever see a seagull antelope try to escape a predator. They're so tough that they really have very few natural predators. But they are unfortunately still a critically endangered species. We oftentimes like to consider them the official emblem of Harambe Wildlife Reserve. They are the protectors of the reserve here. Around 14 months before they're born, and then they're born around 6 feet tall. Probably has something to do with temperature control. Their ears oftentimes do look like the continent of Africa and shape it. Until they're about 1 to 2 years old, they do indeed enough branch for the first
Most elephant vocalization, the human ear can't easily pick up on. They're deeper sounds, low frequency sounds that you need a special device to pick up on. Then off toward the Kobe Rocks, this is a common spot to find lions. So definitely keep an eye out for them from around the base of the rocks here. They're usually only partial to the other side. So I'm going to find them if they are here this morning, which I am hoping they're still around. They are nocturnal. But usually they're just starting to fall asleep for the day here. So during the day, they're going to rest around 16 to 20 hours. As you can tell, they're not always sleeping. They're just trying to conserve energy. They do hunt at night just because it's so much easier on them. There are several white rhinos to our right here as well. We're actually going to see a couple babies out there too. One of them's a two-year-old, so he's blending in with the adults already. But I think there's a two-year-old, a one-year-old, and a 10-year-old. We'll see them once again in a second. Lioness. Notice there's another lioness behind her. So they prefer to hunt tonight because it can be so much cooler, but their eyesight will also be 3 to 6 times more powerful than a human's once it's dark out. And their paws, which are the size of a dinner plate, are very thickly padded, so they can walk in near sightless loads of ground to easily sneak up on their prey. We hebben net hier door Animal Kingdom sowieso een dolwip gedaan. Dat is gruwelijk lekker. Ik denk, zeg het eventjes. Dus mocht je hier ooit zijn, haal sowieso een dolwip. Ja, wat ook. Ik denk dat het wel echt een van mijn. Oh ja. Mocht je ooit de kans hebben om de Kilimanjaro safari te doen, doe hem. Ga hem doen. Gelijk doen. Niet over twijfelen. Gewoon doen. Dat is echt zo onwijs goed. Ik heb echt, ik ben flabbergasted en ik zie nu ook weer iets wat ik wil. Dus ik denk dat ik dat maar even ga halen. Oh, geniet dit park. We waren net van, ik weet even niet meer welke kant we af kwamen lopen. Volgens mij hadden we wat gegeten bij Good Eats of zo, weet ik veel. Zo heette die tent. Daar waren we eigenlijk aanvankelijk, wou ik daar gewoon een bijtje halen. Maar hadden ze niet echt, dat was allemaal uitgekocht. Dus dat was een zonde, dat zag er goed uit. Dus toen zijn we maar voor de dolwip gegaan. Nou, ik heb gezegd dat het een dolwip was, moet je net horen. Dat was heerlijk. Nou, we liepen even door. Toen op een gegeven moment kon je ergens chicken dumplings halen. Waar ik net op de video stopte. Nou, ik heb die gegeten, dat was lekker jongen. En dan denk je van, ik neem maar even iets smals drinken bij. En dan denk je van, ik neem gewoon een Sprite mee. Nou, dit krijg je dan, kitchen up, zo'n Sprite, zo'n unit. Het is net zo groot als mijn hoofd. En die ben ik dus nu binnenwerken. Terwijl we in de wachtrij staan van Cali River Rapids. Dus wat dat betreft, qua natuur en waar je je in bevindt. Kijk, daar staan natuurlijk ook nog random inderdaad boerderbeelden. Nou, je ziet ze daar. Ja, het is allemaal op en top dit park. Het is echt niet normaal. Ik denk dat het wel een potentieel favoriet park ooit gaat worden. Dus ja, dat is echt, echt heel vet. En wat ik zeg, Amerika, je moet er even aan wennen, maar als je er helemaal aan gewend bent, dan is het eigenlijk gewoon weer top. Good luck, guys! En dat is waarom ik flip-flop. Als je denkt, waarom ben je zo zeiknat? Nou, we zijn dus net in Cali River Rapids geweest, wat je al hebt gezien. En we kregen dus bij die eerste, bij die drop, bij die grote drop, zo'n pof! Grote flats met water over je heen. En er was ook nog een mafkist die met zijn handen in de lucht zat. Nou, ik probeerde dus het GoPro vast te houden. Nou, iedereen kreeg zo'n flik of flats met water over hen heen. Zeiknat, iedereen. Dus dat was top. Het leukste is, wederom, ik zeg het bij iedere attractie, bij iedere waterattractie.
neem schone sokken mee of draag teenslippers. Laatste tip. Nou ja, we hebben dus net bij de arena, zeg maar, theater, dat is de naam, hebben we sowieso gezien dat er drijvende Simba was inderdaad. Dus die hing achter een, wat is het, die hing achter een, of een zwevende Simba, neem ik wel, die hing achter een jetski. Ging gewoon heen en weer rondjes maken door middel van muziek. Rafiki kwam er ook nog bij. Hoe heet het? Ik ben even de naam kwijt van die vogel. De bediende. Nou ja, in ieder geval, die kwam erbij. En dan zijn we nu dan bij het geweldige, verschrikkelijk lelijke Dino-rama, Dino-land. Ja. We zijn er echt. Zo'n mooi park. Dit erin. Ik weet niet waarom het erin zit. Ik zit er naar te kijken en denk van waarom zit het er in godesnaam in? Niemand die het weet ook. Dat heeft totaal eigenlijk niks te maken met de rest van Animal Kingdom. Wat een briljant park is, maar ja. Schijnbaar vonden ze het niet nodig om erin te planten. Ja, ik weet niet waarom, maar. Ja, Dino Land. Oké, we gaan vragen. Ja, we gaan even over de parking. De parking is hier waar iedereen gaat rijden. Ik ben hier ook. Dit is de beginning of the queue, right? Ja, yep, right there. Yep. Yeah. Yeah. Great. Thank you.
dus nu echt in het Azië gedeelte van Animal Kingdom. En daar heb je een, kijk, ik zit er nu net te kijken. En als ik omdraai, dan heb je gelijk de idee waar ik het over heb. Kijk, het is die berg daar, Expedition Everest. Daar gaan we zo naartoe. Ja, dat schijnt de beste wagen van Walt Disney World te zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er erg zin in. Het schijnt echt een once in a lifetime experience te zijn. Dus ik ben benieuwd. Nee, maar ja, sowieso dit hele park eigenlijk. Is Expedition Everest ook is echt een hele slechte achtbaan. Het zal me eigenlijk niet veel schelen. Want ja, het hele park gewoon aan zich. Kijk dan even zo om je heen. Je waant je toch echt diep in Afrika of wat dan ook. En je staat gewoon in Orlando in Florida. Ja, het is echt een prachtig park. Dus Expedition Everest gaan we zo doen. Zoals je net al zag, we hebben dus net Expedition Everest gedaan. Wat een fucking vet coaster is dat, hè? Hij is misschien al wat ouder en het is, iedereen kent al hoe die gaat en noem maar op. Wat een gaaf ding als je meent echt doet, joh. Ik had echt een heleboel elementen dat ik niet verwacht dat ze heftig zou zijn. Dat echt best wel een flinke coaster zou zijn. Maar ja, ik ben in het ongelijk gesteld, want het was echt gewoon een hartstikke leuke achtbaan. En ik heb er echt in vermaakt. En ik zou zeggen, we gingen via de single rider, want bij de single rider was het gewoon de hele tijd aansluiten. Ja, je kon gewoon wel lekker zitten. Het was een goede, echt oprecht een goede achtbaan. En we zijn nu dus in het geweldige Dinoland, zoals je al ziet. En ik kreeg gewoon lekker kermis dingen spelen, maar Expedition Everest, mensen, wat een achtbaan. Helemaal top. Zo veel zin nog in de rest van deze achtbanentrip. En inderdaad pretparken trip. Maar in de achtbaan heb ik ook voornamelijk zin. Wat?
Extinction Rebellion. At the very end of the Cretaceous period, that's where you're going today. I arrived, it seems, just in time to correct a little misstatement. Dr. Marsh. That is impossibly close to... Travel commencing in T-minus 10 seconds and counting. This is Seeker. Listen up. We've got to get in, grab the Iguanodon, and get out before that asteroid hits. Let's roll! Go get that dino. Computer, what are you tracking? Styracosaurus. Not our dino. Warning, meteor strike. Evasive maneuver! Left! Right! Left! Right! That's close. Computer, now what? Carnotaurus. That's it! Abort mission! Abort! Abort! Iguanodon. Forget it! Get them out now! Asteroid impact. Brace yourself! This is it! They're not gonna make it! They're not gonna make it! Mission accomplished. You made it! I knew you would, and guess who made it back with you? I'd better find him before security does. Zo mensen, voor de Tree of Life sluiten we ook de dag in Magic Kingdom af. Ik denk dat ik wel echt kan zeggen dat dit mijn favoriete park is tot nu toe. Het is een combinatie van de natuur, een combinatie van goede attracties. Er is gewoon geen ene attractie waarvan je denkt van, nou, deze zal wel wat slechter zijn. Is dat slecht? Dat is het gewoon niet. Echt een onwijs goed park, goed gethematiseerd. Goede sfeer, de overloop van inderdaad Afrika naar Azië. Je merkt hem heel subtiel. En dat maakt hem heel goed. En ja, ze hebben nog duizenden varianten. Het eten is goed. Castmembers zijn echt leuk. Die safari, man, dat was geweldig. Dat vond ik echt prachtig. En Expedition Everest, wereldbaan. En ik kan nog wel uren doorgaan over dit park. Maar ja, in een vlog houden we het lekker compact natuurlijk. Ja, gewoon top. Echt top. En als dit een voorbode is voor de rest van de parken. Wat ik denk, want we gaan ook nog naar Hollywood Studios. Dan belooft het veel goed. Maar ja, vanuit deze mooie positie met de Tree of Life op de achtergrond, waaronder een geweldig theater zit trouwens, is Staff to be a Buck. Top. Top 4D film. Maar dan zeggen we doei. En tot de volgende vlog. Als je deze leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. En klik op abonneren. En dan hoor je van alles en nog wat weer. Als ik weer een nieuwe video plaats. Hey, later!